Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie King of Tokyo duel uitleggen. Oftewel King of Tokyo voor twee spelers en eigenlijk King of Tokyo met een vleugje Seven Wonders duel. Want behalve dat je elkaar natuurlijk KO kan mappen, hebben we ook twee sporen op een bordje lopen en daarvoor kan je de pionnen gaan verplaatsen. En lukt het jou bijvoorbeeld om een van die twee pionnen helemaal aan jouw kant te krijgen, heb je gelijk gewonnen. Dus laten we snel gaan kijken hoe het gaat. Het spel komt met 6 monsters. Je kiest er eentje uit. Hoe jullie dat doen, mogen jullie zelf weten. Maar elke speler speelt met 1 monster. Elk monster heeft een bepaald aantal levens. Dat is ook het aantal levens wat je met deze draaischijf bij gaat houden. Dus in dit geval speelt de Space Pinguin met 13 levens en Gigazor met 14. Tijdens het spel kan je jezelf beter maken, healen, maar je kan nooit meer levens krijgen dan het maximum van je karakter. Komt één speler met zijn levens op 0, heeft hij gelijk verloren. Je kan dus kiezen uit 6 verschillende monsters. We hebben dan dit bord. Daarop staan 2 sporen. Een vernietigingsspoor en een fame track. Daarop ga je deze twee bewegen. Op elk moment dat één van deze twee bijvoorbeeld helemaal bij deze speler komt, heeft die speler gelijk gewonnen. Die wint dan omdat hij alles vernietigt. Maar je kan ook op dit spoor winnen door de marker hier te krijgen. Dus je kan op 2 manieren kan je winnen. Is zelfs nog een derde manier. Als beide markers zich in het spotlightgebied bevinden, dus dat zijn deze drie plekken, of aan de andere kant deze drie plekken, staan beide markers bij dezelfde speler in een spotlightgebied, heeft die speler ook gelijk gewonnen. Maar ze beginnen gewoon in het midden. Dan hebben we een hele stapel kaarten die je eenmalige acties geven, of acties die je de rest van het spel kan blijven gebruiken. Er worden 3 kaarten opengelegd. Kosten staan bovenaan. In dit geval zijn het alle 3 discard kaarten. Dus als je deze koopt moet je hem gelijk afleggen en gebruiken. En de derde kaart in het aanbod kost 1 energie minder. En energie zijn de bekende groene blokjes die je kan verzamelen tijdens het dobbelen. Nog een aantal tokens die we apart leggen. Plus hier 4 dobbelsteenfiches en 2 reserve dobbelstenen. En het draait natuurlijk weer om het gooien van dobbelstenen. Dat zijn deze 6 dobbelstenen. De startspeler begint, ben je aan de beurt, mag je 3 keer gooien, mag ook minder, maar na 3 keer mag je niet meer opnieuw gooien. Enige uitzondering is de eerste beurt van de startspeler, die gooit met maar 5 dobbelstenen in plaats van 6. Maar dat is dus alleen de eerste beurt van de startspeler. En je mag zelf kiezen wat je opnieuw gooit of niet. Je kan zeggen, nou ik leg deze even apart en ik gooi deze 2 nog een keer. En dan kan je ook zeggen, nou dan gooi ik deze toch ook nog maar een keer en deze. En dan heb ik 3 keer gegooid en nu moet ik het doen met wat ik gegooid heb. Maar je mag dus ook na 1 of 2 beurten al stoppen met dobbelen. En dat ga je allemaal doen alleen maar om te zorgen dat of jouw tegenstander zo snel mogelijk op 0 leven staat. Of dat een van die markers aan jouw kant van het bord eindigt. Of dat ze dus samen in die spotlight gebieden eindigen aan jouw kant. Dat ga je doen met dobbelstenen en met die kaarten. Wat doen de dobbelstenen? 6 verschillende zijdes. Het klauwtje kennen we. Voor elke klauwtje wat je gooit, verliest je tegenstander 1 leven. Dus stel we houden dit klauwtje, dan gaat Gigazor van 14 naar 13 levens. Simpel als dat, hoe meer klauwtjes je hebt, hoe meer damage je doet. Die damage kan je ook weer healen, gelukkig. Tenminste, als je zelf damage hebt. 1 hartje, mag je weer eentje beter worden. Dus stel dat ik op 12 stond, ik mag er maximaal 13 hebben. Ga ik van 12 naar 13 voor 1 hartje. Had ik nou nog een hartje, dan had ik daar dus niks aan, want ik mag niet naar 14. Ik mag niet boven het limiet van mijn monster komen. Ook de bliksempjes zijn u wel bekend als je King of Tokyo al kent. Daarvoor krijg je namelijk voor elk bliksempje krijg je een energieblokje. En die energieblokjes zijn simpelweg geld. Daarmee ga je de kaarten kopen die in het aanbod liggen. Deze kost bijvoorbeeld 3 energie. En deze kost 6 energie. Nou ja, hij ligt hier in het laatste vakje. En dat betekent dat je eentje korting krijgt en dat hij dus 5 energie kost. Voor de ster en voor dit kapotte gebouw krijg je Fame of Destruction. Maar daarvoor moet je er minstens 3 gooien. Aan 2 van deze of 2 van deze heb je helemaal niets. Pas als je 3 van deze gooit, dan wordt het leuk. Want dan mag je het kapotte flatgebouwtje 1 stapje jouw kant op trekken. Oftewel steeds dichterbij voor jou de overwinning. En hetzelfde geldt voor de fame. Je moet er 3 gooien en dan mag je het fame tokentje 1 stapje jouw kant optrekken. Voor elk extra symbool wat je gooit mag je een extra stapje doen. Dus stel dat we supergoed gooien en we gooien nog 2 extra van deze symbolen. Dan mag ik dus voor 3 mag ik 1 stapje doen. Maar voor de 4e en de 5e krijg ik dus nog 2 extra stappen.
Deze staat nu al in de spotlight. Lukt het mij dus om ergens in de volgende beurt ook nog deze hier te krijgen. Voordat mijn tegenstander ze weer de andere kant optrekt, dan heb ik dus gelijk gewonnen. En tot slot hebben we nog het uitroepteken. En de uitroeptekens activeren de special ability op jouw monster. In dit geval, voor één uitroepteken krijg ik zo'n dobbelsteenfiesje. Er zijn er vier, want elke speler mag maximaal twee van deze fiesjes hebben. En gooi ik twee keer zo'n uitroepteken, dan mag ik dus twee keer zo'n fiesje pakken. Als ik niet al fiesjes heb liggen, want nogmaals, de maximaal is gewoon twee wat je mag hebben. Maar deze fiesjes geef je recht op een extra dobbelsteen aan het begin van je beurt. Ik hoef ze niet gelijk te gebruiken. Maar kan ik eens zeggen, weet je wat, ik ga ze nu inleveren. En dan mag ik voor deze keer met deze twee dobbelstenen extra gooien. Dus dan heb ik een maximaal van 8 dobbelstenen waar je mee kan slash mag gooien. En hier staan gewoon dezelfde symbolen op als op de rode dobbelstenen. Ik zal straks nog even alle monsters langs gaan. Maar als Gigazor uitroeptekens gooit, heeft hij er 2 nodig. En voor elke 2 die hij gooit, mag hij of de Fame of de Destruction Token 1 stapje zijn of haar kant optrekken. Dus op deze 2 sporen krijg je een touwtrekwedstrijd om maar te proberen ze zoveel mogelijk naar jouw kant te krijgen. Als het even kan, of allebei in de spotlight of eentje helemaal tot het einde. Dus ben je aan de beurt, gooi je dobbelstenen, vervolgens ga je alle dobbelstenen afhandelen. Daarna heb je de mogelijkheid om kaarten te kopen. Wil je geen kaart kopen of heb je niet genoeg energie om een kaart te kopen, dan is in deze variant wel leuk. Krijg je gewoon gratis en voor niets 1 energie extra. En die krijg je bovenop de energie die je eventueel krijgt van je dobbelstenen. Het gaat er gewoon om, koop je een kaart of niet? Koop je geen kaart, dan krijg je een energie. Koop je wel een kaart, krijg je dus ook die bonus energie niet. Je mag ook 2 energie betalen, als dit aanbod je niet zint, om alle 3 de kaarten weg te halen en 3 nieuwe kaarten open te leggen. En dan maar hopen dat er iets ligt wat je wel leuk vindt. In dit geval zijn er dus 3 kaarten komen te liggen waar Keep op staat. Dat betekent als je deze kaart eenmaal gekocht hebt, dan blijft die voor je liggen. En mag je dit altijd, of tenminste meestal 1 keer per beurt, mag je dit doen. Dus die kaart hoef je niet weg te doen. Stel, we hebben heel veel energie verzameld en je koopt een kaart, bijvoorbeeld van 3. Dan koop ik deze. Die leg ik voor me neer. Wordt het aanbod gelijk aangevuld. En wie weet heb ik nog wel 3 energie, kan ik ook gelijk de Unstable DNA kopen. En ook deze ga ik houden. Dus je kan zoveel kaarten kopen als je wil, zolang je ze kan betalen. Je mag ook zo vaak kaarten verwijderen als je wil, zolang je ze maar kan betalen. Tot je zegt, nu kan of wil ik geen kaart meer kopen. Ik vergeet trouwens te vertellen dat als je een kaart koopt, de andere kaarten schuiven door naar rechts. Dus als je deze koopt, schuiven deze door en krijg je deze met 1 korting. Ik zal straks ook nog even wat kaarten laten zien, gewoon om te laten zien wat ze doen. Deze zegt, als ik minstens 3 damage doe, dan mag ik deze kaart, deze keep kaart, dus die je houdt, mag ik ruilen met een kaart van een tegenstander. Het is heel fijn als die een hele dure kaart heeft liggen die heel tof is, dat jij die dan met deze kaart gewoon lekker kan afpakken. Of met deze rebooting. Als je nou heel bagger gegooid hebt met dobbelstenen waar je niet zoveel aan hebt, mag je ervoor kiezen om de dobbelsteen afhandelingsfase over te slaan. Dan krijg je 2 van deze fiches, als je er niet al 2 hebt, anders krijg je er 1 of geen. En je krijgt 2 energie en dan moet je deze kaart afleggen, maar dat hoeft dus niet gelijk. Deze kaarten moet ik wel gelijk afleggen als ik hem krijg. Bijvoorbeeld deze Dominate voor 3 energie. Als ik deze koop, moet ik hem gelijk activeren en dat betekent dat mijn tegenstander in zijn volgende beurt 1 dobbelsteen minder mag gooien voor elke keepkaart die hij voor zich heeft liggen. En de tegenstander mag ervoor kiezen om dan kaarten af te leggen, zodat hij toch meer dobbelstenen kan gooien. Maar ja, die kaart is hij dan wel kwijt. Als je deze aflegt, krijg je gelijk 2 hartjes en zo'n dobbelsteen token, als je er niet al 2 hebt. Of de Tesla Impulse, die kost maar liefst 6 energie, maar daarvoor moet je tegenstander wel zo'n kaart die hij mag houden afleggen en je krijgt 2 energie. Even wat voorbeeldjes, maar deze kaarten ga je dus wel flink helpen om je doelen te bereiken. En dan hebben we nog 1 ding niet behandeld en dat zijn die tokens die hier liggen. Op het moment dat jij een kaart koopt, ongeacht of dat een discard of een keep kaart is, op het moment dat je hem koopt en er staat zo'n symbooltje bij, dat zijn bus tokens, dus stel we kopen deze kaart. Dan zie ik dit symbooltje erbij staan en dan ga ik gelijk op zoek naar het tokentje waar dat symbool op staat. In dit geval is dat deze. En die ga je op het spoor leggen. En je mag helemaal zelf weten wanneer je die neerlegt, zolang die maar op een leeg plekje komt te liggen. En in dit geval zorg je ervoor dat er dus een klauwtje komt te staan op dat vakje. Dus die leggen we bijvoorbeeld hier neer.
Even vanuitgaande dat de linkerspeler deze speelt. Want komt nu dit tokentje, gaat hij een stapje terug, komt hij op dit vakje terecht. En dat klauwtje zorgt ervoor dat die speler dan 1 damage krijgt. Nou, heb je een hartje, dan leg je hem die natuurlijk aan jouw kant. Zodat als die weer hierheen gaat, omdat jij dat doet, jij er weer een leven bij krijgt. En je mag dus geen tokens leggen op een plek waar of deze twee markers staan of waar al een token ligt. Voor deze krijg je zo'n dobbelsteen symbool. En voor deze, als je daar op stapt, krijg je zo'n energie. En die tokens blijven liggen. Net zolang tot een andere speler bijvoorbeeld ook weer een kaart koopt waar dit symbool op staat. Dan mag hij hem laten liggen. Maar je mag er ook voor kiezen om dat tokentje dan ergens anders neer te gaan leggen. En je hebt ook tokens die bijvoorbeeld 2 vakjes bezet maken. Dus die leg ik bijvoorbeeld hier neer. Nou, dit zijn positieve effecten. Je krijgt een energie en een leven. Dus die zal ik dan aan mijn kant neer gaan leggen. Bijvoorbeeld hier. Maar er is bijvoorbeeld ook eentje. Deze. Die je zo neer kan leggen. Dat als ik hem nou hier neerleg. Verdwijnt hier een vakje. Oftewel in plaats van 3 stapjes. Heb ik nu nog maar 2 stapjes nodig om hierheen te komen. En je hebt dus ook tokens waar dan 3 vakjes op staan. Dus die kan je dan zo neerleggen. En er zit ook een gemene bij. Namelijk deze. Die zijn 3 vakjes. Dus als ik deze nou eens eventjes hier neerleg, bij mijn tegenstander op het spoor, of tenminste waar mijn tegenstander nog niet is. Dan moet mijn tegenstander eens 1, 2, 3 stapjes doen. Terwijl hij er normaal maar 2 hoefde te doen. Dus je voegt een extra stapje toe, waar ook nog eens een klauwtje op staat, aan het pad richting je tegenstander. Dus deze ga je een beetje zo neerleggen dat jij er natuurlijk zelf voordeel van hebt, of je tegenstander nadeel. En dan zijn er nog 2 fiches die zijn specifiek voor de king. Zullen we die ook maar gelijk even uitleggen. Voor 2 uitroeptekens als hij die aan het einde van zijn worpen, van zijn dobbelworpen, heeft liggen. Mag hij 1 van deze 2 pakken. Die zijn dus alleen voor de king. Die legt hij op het bord. Dat zal hij waarschijnlijk doen aan de kant van de tegenstander. En zodra de marker op dat bustoken komt, mag hij niet meer verder verplaatsen deze beurt. Dus stel je had supergoed gegooid en je mocht bijvoorbeeld wel 3 stapjes de destruction jouw kant op trekken. Maar kom je bij je eerste stapje al op dit vakje terecht, dan heb je pech en komen de 2 andere stapjes die je zou hebben mogen doen, komen te vervallen. Als je vanaf dit punt start en je gooit dit, mag je wel gewoon 3 stappen doen. Dus 1 stap omdat je er 3 hebt, plus eentje voor elke extra dobbelsteen. Dus deze 2 tokens kunnen alleen maar door de king in het spel gebracht worden. De andere monsters die in het spel zitten zijn dus de king. Die krijgt voor 2 uitroeptekens krijgt hij dat speciale token wat alleen hij op het bord mag leggen. We hebben nog Cyber Kitty. Voor 2 uitroeptekens krijgt hij 2 energie en voor 3 uitroeptekens krijgt hij dan nog 2 energie. Dus stel hij of zij gooit 2 uitroeptekens krijgt hij 2 energie. Met deze erbij krijgt hij nog een keer 2 energie. En om de combo nog een keer te moeten activeren moet hij dan eerst weer nog 2 energie gooien en dan krijgt hij weer 2 energie. Dus Cyber Kitty is van de energie. Dan hebben we nog de Alienoid. Voor 2 uitroeptekens krijgt deze speler een symbool naar keuze. Ook weer fijn als je bijvoorbeeld 2 van die Destruction symbolen hebt gegooid. En ik kom net 1/3 tekort. Dan kan je zeggen, oh dan zet ik mijn 2 uitroeptekens om in zo eentje. En dan heb ik er wel 3. Gooit hij nog een uitroepteken, krijgt hij zelfs 2 van die symbolen erbij. En we hebben nog Mecha Dragon Nuclear Breed. Je mag het aantal vuistjes wat je gooit, het aantal klauwen, dus de damage die je doet aan je tegenstander, mag je vermenigvuldigen met het aantal uitroeptekens wat je gooit. Dus heb jij geluk en je tegenstander pech, gooi je bijvoorbeeld 3 klauwen, heb je 3 uitroeptekens gegooid, dan doe je 3x3 = 9 damage. Of in dit geval 2x3 = 6 damage, of in dit geval bijvoorbeeld 2x4 = 8 damage. Dus Mecha Dragon kan flinke klappen uitdelen. Als hij tenminste genoeg uitroeptekens en klauwtjes gooit. Hij zal er dus wel minstens 2 moeten gebruiken om meer damage te doen. En dat waren de monsters die in dit spel zitten. Ik kan nog snel even wat kaarten doornemen. Deze heeft dus niet zo'n speciaal bus-symbooltje, oftewel er komt niet 1 van die tokens op het pad te liggen. Maar als je deze kaart koopt, leg je hem gelijk af en mag je het Destruction tokentje gelijk 2 stapjes jouw kant opzetten. Of voor deze mag je ze allebei 1 stapje doen en je krijgt dit token op het bord. Dat is deze.
Je kan ze ook even op zijn kop leggen, want dan zie je de symbolen die erop staan net even iets overzichtelijker. Deze kost maar liefst 7 energie. Uiteraard, hoe duurder de kaart, hoe beter die is. Je mag de Destruction eentje naar jou toe trekken en je krijgt 2 hartjes en 2 energie. Deze kost je 3 damage, maar mag je wel de Destruction 2 stapjes verplaatsen. Plus 8 energie en 2 van die tokens. En voor de zoveelste keer, je mag er maar maximaal 2 hebben. Je mag het Fame tokentje 1 stapje jouw kant op trekken. Na je beurt mag je nog een beurt doen. Ja, en zo zitten er allemaal kaarten hier. Elk monster krijgt 5 damage. Het is leuk als jij op 6 staat en je tegenstander op minder dan 5. Maar zo zijn er allemaal kaarten die jou kunnen helpen om of die dingetjes te verplaatsen of extra damage te gaan doen. Of jezelf te healen of meer energie op te leveren. Van alles. En discards moet je dus gelijk gebruiken. Die koop je, je activeert hem en de kaart is footsie. En de keepkaarten die mag je voor je houden en die kan je in principe once per turn mag je die gebruiken. In dit geval mag je 1 keer per beurt mag je 1 kaart weghalen uit het aanbod. Gooi je een Yahtzee, dus 5 keer hetzelfde symbool. Dan krijgt je tegenstander 4 damage. En mag jij de Destruction Token 2 stapjes jouw kant op doen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is hoe King of Tokyo duel gaat. Je blijft elkaar mappen en je probeert jezelf te healen. We blijven de bekende actiekaarten kopen die je eenmalig kan gebruiken. Of voor je neer kan leggen voor blijvende voordeeltjes. Maar daarnaast hebben we dus 2 sporen waarop deze 2 tokens heen en weer gaan lopen. Fame en Destruction. Krijg je allebei de tokens in jouw gebied in de spotlights, dan heb je gelijk gewonnen. Of krijg je 1 van de tokens op het laatste vakje aan jouw kant van het bord, heb je ook gelijk gewonnen. En anders zul je moeten winnen door je tegenstander het aantal levens te reduceren tot 0. Mocht u nog vragen hebben over deze 2 spelers variant van King of Tokyo, King of Tokyo Duel, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.